Aan de Martinus Nijhoflaan in Delft wordt een ensemble van een woontoren en appartementsgebouw met commerciële plint gebouwd. De eerste fase is al afgerond. De tweede fase, het bouwen van een woontoren, is in volle gang. Deze 65 meter hoge toren zal 250 huurwoningen opleveren. Op de begane grond is er onder andere plaats voor horeca. Voor nu gaan we kijken naar de onderste drie lagen van de toren. Deze worden in beton gestort. In 3 maanden tijd wordt deze stabiele onderlaag gemaakt, waarna de overige 16 verdiepingen in 5 maanden met prefab beton kunnen worden afgerond. Voordat we verder gaan over de bouwplaats, kijken we in een vogelvlucht naar de geschiedenis van beton. In 200 voor Christus wordt in het Romeinse Rijk een van de eerste betonachtige materialen gebruikt. Het is een mix van kalk, vulkanisch zand en stukken steen. Het Pantheon is een van de bekendste creaties met dit materiaal. Na de val van het Romeinse Rijk verdwijnt het gebruik van het materiaal en duurt het tot 1793 voordat nieuwe ontwikkelingen komen. Deze leidde ertoe dat Joseph Aston in 1824 het Portlandcement uitvindt. Fijngemalen krijt en klei wordt in een oven verbrand totdat koolstofdioxide is verwijderd. Dit cement is nog steeds het meest gebruikte in de betonproductie. In 1849 creëert tuinier Joseph Meunier betonnen bloembakken met ijzerdraad. Hierbij is een van de eerste vormen van gewapend beton ontstaan. Een sterkere variant dan gewone beton. Op beton werken namelijk drukkrachten en trekkrachten. Beton kan zelf de drukkrachten opnemen. Tegen trekkrachten kan beton slecht weerstand bieden, waardoor het zal scheuren. Staal kan deze trekkrachten wel opnemen. Door toe te voegen aan het beton ontstaat gewapend beton. De principe van Cognet wordt over de jaren verder verbeterd en nieuwe materialen worden gemixt tot beton. Om te kijken hoe het er nu voor staat, gaan we terug naar de bouwplaats in Delft. We gaan hier kijken naar de constructie van de muur op de eerste verdieping. De muur wordt geplaatst op een breedplaatvloer. Deze vloer bestaat uit een gewapend en geprefabriceerde betonplaat met zichtbare doorlopende wapening, de tralieliggers. In het werk wordt op de breedplaatvloer een wapeningsnet gelegd. Ook wordt het begin van de wapening van de muur vastgemaakt. Daarnaast wordt een kimanker geplaatst. Deze werkt als afstandhouder voor het stellen van een betonnen wand. Het kimanker wordt tijdens het betonstorten gedeeltelijk in de verse betonspecie gedrukt. Na uitharden van het beton wordt het draadeind door het gat van het anker gedraaid. Vervolgens wordt de breedplaatvloer afgestort met beton. Het eerste wapeningsnet wordt aan de doorlopende wapening vastgemaakt en er worden doppen op het draadeind van de kimankers gemonteerd. Om een hoekstuk te plaatsen, wordt de doorlopende wapening vervormd. Met een waterpas wordt het rechtgezet en vastgevlochten. Als laatst wordt de resterende hoekstuk en het wapeningsnet geplaatst en aan elkaar gevlochten. De volgende stap is het plaatsen van de bekisting langs de bewapening. Met behulp van de kraan wordt deze Doka Framex bekisting geplaatst. Deze bekisting bestaat uit kunststofplaten met stalen kaders. De kraan tilt ze naar boven, waarna de bouwvakkers ze verder monteren. Met behulp van ankers wordt de tweede plaat op de juiste afstand van de eerste plaat gezet en stabiel gehouden. Wanneer de platen geplaatst zijn, is er een mal gecreëerd. Om een uitsparing in de muur te maken, wordt er een extra mal binnen de bekisting gemaakt. Door om deze mal heen te gieten, wordt een gat voor bijvoorbeeld een deur vrijgelaten uit de muur. En als alles klaar staat, kan het beton gestort worden. De muur moet vervolgens enkele dagen drogen terwijl deze nat gehouden wordt. Anders droogt het te snel uit, waardoor er scheuren kunnen ontstaan. Wanneer de muur uitgehard is, is het tijd om de bekisting eraf te halen. De bekisting kan hergebruikt worden voor een volgende muur. En de betonnen muur zelf kan verder afgewerkt worden.